zit in de auto onderweg naar de intocht. En Sarah heeft er heel veel zin in. En eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, ik ook. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik ben al aangekleed en opgemaakt. Oh, Sarah is ook klaar. En Sarah is vandaag, ga je hier staan? Dan kan ik je goed filmen. Jij bent een Pietje vandaag. Ik ben ook aangekleed. Trui van Guess, broek. Ik vergeet elke keer als ik hem aan heb waar die van is. Heel stom. En ik heb dadelijk mijn Tommy Hilfiger laarsjes, die rode velours, erbij aan. Maar, Sarah, wacht maar even. We gaan versieren. Het is echt een zooi in huis. Ik had de Sinterklaasversiering al gepakt, die ligt hier. Oh, ga je ze bij de planten steken, de vlaggetjes? Ja. Moet wel voorzichtig dat je de plantjes niet kapot maakt. Dus we gaan even snel het huis versieren en dan moeten we de deur alweer uit. We hebben echt een hele drukke dag overdag vandaag. En daar liggen allemaal boekjes en de vlag en Piet. We hebben een slinger hangen, daar staan allemaal dingen. Hier op tafel hebben we nog een Sintje en een Pietje. En wat heel leuk is, Sarah heeft ook twee spelletjes en vooral die ene, dat is zo'n aanrader. Echt. Dat is Sinterklaas. Dat is deze, het Sinterklaasjournaal spel. Deze, en er zitten twee spellen in. En dan vooral dit spel, dat is zo geweldig leuk om te doen. En niet alleen voor kinderen, maar ook echt als volwassenen is het echt, echt een leuk spel. Dus mocht je hem ooit tegenkomen, aanrader doen, zeg ik. Ja, die hebben we nog nooit gespeeld. Die heb je vorig jaar van Sinterklaas zelf gehad. Dus we hebben geen idee. Deze moeten we ooit nog spelen. We houden natuurlijk heel erg van spelletjes. Dus die komt, ja, schat, we kunnen het niet nu spelen. Dus laat het even nu maar in. En we gaan zo naar de verjaardag van Noah. En die had allemaal tekeningen. Verjaardag? Van de klas. Verjaardag? Ja, we gaan wel naar de verjaardag van Noah. Dus daar ga ik even een boekje van maken nu. En dan moet ik even heel voorzichtig dadelijk moeten, want ja, jij vindt dit spel heel leuk. Ja, jij vond hem ook heel leuk, maar we hebben hem ook met je opa's en oma's en mijn papa en met oma en alles gespeeld. En het is zo'n leuk spel. Pakjes pakken. Pakjes ruilen. En opennemen. Pakjes weggeven. Pakjes openen. Pakjes doorgeven in de aangevingrichting. Ja, ik ga het even schrijven. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Flapstaart. Ja, ik was al gefeliciteerd aan het schrijven. Kijk, een glijbaan. Hier is de glijbaan. Ja, zie. Ja, dat spel hebben we eigenlijk nooit gespeeld. We hebben die andere toen gespeeld en die is zo leuk. Deze hebben we wel eens gespeeld. Nee, die hebben we nooit. De andere kant van het bord hebben we. Nee, deze hebben we wel eens gespeeld. Dat waar? Ja? Nou, ik niet. Misschien heb je het met iemand anders gespeeld. Met oma heb ik het wel eens gespeeld. Oké. Kijk, hier is ook een glijbaan. Ik denk dat de Pieten heel vaak van de glijbaan zijn geweest. Durf het niet te zeggen. Nou, we hebben dit dus voor Noah gemaakt, die heel erg ziek was. En waarvan gisteren dus ook het kinderfeestje niet door kon gaan, dat is wel verzet. En dan ga ik nu even er een boekje van maken. Voorzichtig zijn. Mama, waar is die andere roze? Oh ja, zie hem. Daar mag je een klein randje nog van. En ja, dan ga je het niet. Oh, het is ook wel handig als ik dit helemaal goed leg, dat ik ook de niet-machine pomp. Goed bezig. Mama, mag ik wel even eerst een schakel maken om een klein stukje? Ja, dat mag. Die machine, ik wilde het eerst met gaatjes en een lint, maar dan moet ik verder van de rand af. Nee, dan ga ik door al die tekeningen heen. Dat is niet zo handig. En ik moet zo ook dan nog bloemen halen. Maar we gaan eerst naar de intocht zo. Dus ik denk dat ik je kan intocht, deze gebruiken. Bloemen en dan verjaardag. Je kan deze gebruiken, een stukje zo. Ja, om te plakken. Ja, maar dat werkt niet. Ik moet ze gewoon even heel netjes recht doen. Ik ga een armband maken. Zijn heel leuk. Het zijn geloof ik bijna 30 tekeningen voor haar. Dus dat is wel echt heel leuk. Het is wel heel leuk zo. Al die tekeningen in dat boek. Allemaal, het zijn er echt heel veel.
En echt heel stom aan de ene kant. Dit wordt een eigen armband van. Dit wordt een liefdesarmband. En dan staat dit erop. Nou, helemaal geweldig. We zitten in de auto onderweg naar de intocht. Sarah heeft er heel veel zin in. En eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, ik ook. Ik vind dat zo leuk, die sfeer. En al die blije gezichtjes, al die kindjes. Helemaal leuk. Misschien komt de vriend ook. Welke? Belen. Nee, Belen komt niet, schat. Chantal appte net al dat Belen die gaat op televisie kijken. Misschien zit hij mij. Nee, de televisieopname, dat was ergens anders. Maar dan zie je daar nog het hele feest. En daarna komt hij natuurlijk bij ons aan. En dan is deze. Kijk wie we tegenkwamen, Sarah's grote vriend. Oeh, die wilde niet op. En Naomi. Hallo. Wil je een foto? Jullie willen een foto, hè? Zeno, draai je op. Draai je op. Oh, eerst Zeno. Draai je op. Even een foto. 1, 2. En nou jij, ga maar. Ja, Naomi maakt de foto, schat. Oh, sorry. Sorry. Onder een kan ook niet gebeuren. Kijk, leuk hè? Kijk, Sarah, daar. Oh, nu handig. Intocht was heel leuk. We moeten nu door. Maar even gedisoriënteerd. Oh zo. Dan gaan we gewoon even zo. Dat mag eigenlijk niet. Maar er rijdt helemaal niemand. En dit scheelt me even 6 rondjes rijden. Snel bloemen halen. En dan naar de verjaardag. Ik wilde ze niet tevoren halen. Ik denk dan liggen ze de hele tijd in de auto. Dus niet echt het allerbeste voor bloemen. Die is wel heel mooi inderdaad. En wat staat er nog niet? 15 is die, maar deze is voor 58. Goed zo. Je hebt de prijs goed gezegd. Loop maar rond, we kunnen nog kijken. Je bent nog maar net binnen. Deze houden we in de gaten. Oh, die houden we in de gaten. Nou, dat zal vast wel helemaal goed komen. Kijk voor even. Wat zien we nog meer? Deze zijn ook best leuk. Ja, het zijn kerstrozen, maar ik vind het niet echt een kerstroze iets. Die zijn wel heel mooi. Ik heb dat ook elk jaar staan. Deze is ook wel heel mooi. Kijk, dit is een blauwe orchidee. Die vind ik altijd zo geweldig. Dat kunnen we ook doen met een mooie pot. Nee. Dat vinden jullie denk ik wel heel mooi. Nee. Nee? Moet dat gekleurd worden? Ja? Oké, doen we dat. Nou, dat is wel een wel leuke kleurtjes, hè? Hey, en jij hebt precies ook roze, paars en rood. Want je jurk is roze, paars en rood in je jas. Dus dat komt dan aan de orchidee. Deze is het geworden. Oh, dat weet ik. Dat gaan we zo zien. Ja, dat is leuk om zeven. Ja, ik vond dat. Zit je bijna in de taart, jonge dame? Zo, verjaardag was heel goed. Ga je dan naar 6 of naar 8 als je op 6 staat? Er staat de auto zo dicht achter me dat ik er bijna niet meer uitkom. 2, 4, 6, 8. Zo. Even heel goed stuurwerk van mezelf. 12, 14. 16, 18, 20. Goed zo. Was een leuke verjaardag, hè? 22. Je hebt lekker 24, gespeeld. En ik had 26, 28. Ik kan echt niks vertellen. 30. Iets zachter. Iets zachter. Ik 32, was gezellig met 4 van de mama's. Ik ben mezelf erbij, dus 3. 36. Ons groepje is met z'n zessen, maar dat is echt zo moeilijk om bij elkaar te Margot krijgen. Margot is niet gekomen. Nee, Margot viert thuis Quinn's verjaardag, schat. Quinn is ook jarig vandaag en Noah ook. Nadine is naar beide verjaardagen geweest. Laila en ik zijn naar Noah geweest. En Chantal weet ik niet of die ook naar Quinn was. Misschien wel. Ik denk naar Quinn. Dus nu lekker naar huis. We lekker eten. Ik heb neus. En dan gaan we nog gedaan. Kijken. Dan gaan we nog even kijken of we tijd hebben voor het spelletje. Dat is zo leuk om te doen. Wel het spel wat ik nog nooit heb gedaan. Ja, ik weet niet. Die andere is wel echt heel leuk, want die heb je ook al een jaar niet meer gespeeld.
Doe de blinddoek maar af. Doe de blinddoek maar af. Kijk een beetje naar beneden. Ja, ik snap al wel. Ik heb een fiets. Ja. Jee, met een zitje. Ja. Ja, ik heb een nieuwe fiets. Rollen. Ik weet niet welke dat is. Blauw. Blauw. Ik heb mezelf gezet, moeten we weer ruilen. Ja. Als je papa verzet, dan krijgt hij sowieso al een pakje van jou. En dan daarna ruilen en openmaken. En als je mama verzet, pak mama een pakje. Als je papa bij jou zet, dan moet jij eerst een pakje aan papa geven. Dus die zou ik sowieso niet doen. Zo, of jezelf of mama verzetten sowieso. Je kan ook hier zetten. Ja, dat zeg ik, of jezelf verzetten. Dan moeten we ruilen in deze richting. Welke geef je hem, papa? Ik denk dat het een 1 of een 2 is. Eindelijk, ik sta ook op 3. Ja, iedereen staat zit op 3. Iedereen staat op 3, hè? We staan bij ja, maar het gaat om je punten erop. Oké, als ik ga... Dan ik heb nu 4. Dan gaan we allemaal doorgeven. En als ik papa verzet, mag hij een pakje pakken. En bij jou gaan we een pakje ruilen. Ik doe dat we allemaal een pakje moeten ruilen. En dat moeten we in deze richting doen. Jij naar papa, papa naar mij en ik naar jou. Ja. Zo, en dan is papa. Rood. Wat gaat hij doen? Als hij zelf naar rood mag hij weer openen. Weer twee. We hebben veel tweetjes. Allemaal twee. Groen. Dit ging mooi, hè? Wat mag je als je zelf naar groen gaat? Eentje openen. Maar dat nee, kan ik niet. Nee. Ja, oh ja, sorry. Eentje openen. Maar dat kan ik niet. En als papa. Als je papa verzet, mag die. Eentje mag even twee pakken. Ja, en als je mama naar groen zet, mag mama er één pakken. Ja, dat zou ik denk ik ook hebben gekozen. Nee, eentje ook nou, denk ik gewoon. Wat gaan we doen? Hij is niet onscherp. Hij is niet scherp. Je hebt blauw. Hij gaat vanzelf blauw. Als ik naar blauw ga, moeten we ruilen. Nee, twee pakken. Oh, wacht. Ik, ja, ik ben altijd paars geweest. Ik moet er nog steeds aan wennen dat Sarah paars heeft gepikt. Ja, dan ga ik twee pakken en één weggeven. Twee pakken. En je kan hem maar even geven. Even dank je. Blauw, blauw, blauw. Voilà, deze. Hoi papa, wil je een kusje? Wil je een kusje? Van jou de tijd. Nou, eigenlijk mag je nou een pakje van haar pakken. Omdat het je mag bij haar op het hokje komt. Heb je net gelezen? Ja, je moet een pakje aan papa geven. Ja, geven of meteen pakken. Blauw. Als ik mezelf naar blauw zet, pak je ruilen en openmaken. Ja. En bij papa natuurlijk ook. Die staan op dezelfde plek. En bij mama is het eentje weggeven. En pak je ruilen en openmaken. Oeh, dan moet je kiezen met wie je iets wil ruilen. Of mijn mama of mijn papa. Wat denk je dat je geluk gaat brengen? Nou, ja. Dan weet je niet wat papa gaat ruilen. Oeh, daar heb je pech. Blauw. Dan ga ik naar mezelf, want dan pak ik een pakje van papa en ik mag één kopen. Zo. Je moet eerst dus stellen hoeveel muntjes je hebt en daarna kan je voor de bonussen kijken wat je hebt. Ik ben 16. Oeh, ik heb aardig ik heb 16, bonuspunten. Ik heb 16, ik heb 16, ik heb 16, ik heb 16, ja? Ik heb 16. Ja, ik heb 16. Zo, we zijn het weg. Kijk. 1, 2 ging heel goed. Maar 1 ging ook eens goed en 3. 6, 18. Dit is echt 16. 16, 19. Ja, ik zag 3, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dit is echt 16. 29. Ik heb 22 punten! 22. Want ik heb ook
bonuspunten en dat zijn er 3. Dus ik heb 22. Ik heb 33 punten. Zal je? Ik heb 33 punten. Hoeveel heb jij? 17. 17 zijn zij? Je hebt toch geteld? 22. Eens komt de stompas uit Spanje weer aan. Nicolaas, ik zie hem al staan. En toen zat ik met een heel ziek kindje op de bank. Ja, en ik heb ook tegen Luisterpiet gezegd dat hij weet dat ik ziek ben en dat ik minder slaap. Ja, maar schat, Sinterklaas geeft je echt geen cadeautje als je je ziek voelt hoor en je dan uit bed bent. Je mag het toch van mama. Dus daar hoef je echt niet druk over te maken. Maar ze heeft heel erg buikpijn, heel erg hoofdpijn. Ze kan haar armen bepaalde dingen niet bewegen. Maar je oude computer werkt niet. Ja, mijn computer werkt wel. Dus ik heb het even op de bank gezet. Maar ze is heel erg aan het hangen. Dus ze ging even meekijken op de computer. En normaal doen wij niet aan naar beneden komen als ze op bed ligt. Maar als ze zich zo voelt, dan kon je in de gaten houden. Je kon toch niet slapen. Je koorts is wel zo goed als gezakt. Maar dat komt door de paracetamol. Ik heb ook heel erg gewond en buikpijn. Ja, en voor de mensen die zeggen, Sarah hoeft niet te vloggen, Sarah wil vloggen. En dat mag. Sarah knapte gelukkig net wat op met de paracetamol en die heeft nog wat gegeten en gedronken. Toen hebben we nog even met haar gezeten kijken of het goed ging. En Marco en Sarah zijn net naar boven gegaan. Ik hoop dat ze al slapen. Ik heb de kamer even opgeruimd en ik ga nu ook mijn bed in en ben ik echt aan toe. Bedankt voor het kijken en tot morgen.